Oké, okay, Floortje. Ja. Ja, ik denk dat het daar wel smaakt. Kijk, snuffel. Kijk. Kijk, een konijntje. Floortjes eerste maaltijd. Smakelijk, Floortje. De nacht is trouwens super goed gegaan. Het was mega stil deze nacht. Ik denk dat ze gewoon elkaar zo'n beetje ontdekt hebben. En nu zijn ze aan het eten. Wel, dag vriendin. Ja, dag vriendin. Ondertussen zijn we zondagnamiddag en Snuffeltje en Floortje zitten bij elkaar in het park. Hij heeft wel nog een beetje, zij heeft wel nog een beetje schrik. Kijk, maar ze zitten wel goed bij elkaar. Ik ga niet te dicht komen. Kijk, Snuffeltje die wacht af van, wat moet ik hier nu mee aanvallen? Kijk, hij ziet ook nog bolletjes liggen. Ik ben bezig met hem natuurlijk zindelijk te maken, maar dat gaat natuurlijk niet, oh my god, zo schattig, niet op 1, 2, 3, dus ik laat hem rustig aan ja, vriendjes worden met Snuffel. Dat vind ik nu wel het belangrijkste. En Snuffel zit er een beetje afwachtend bij van, kijk, hij is helemaal goed aan het zitten. Oké, dat zie ik dus graag. En ze zijn hier al een hele dag, dus hoe laat is het nu? 3:15, al een hele dag. Ja, aan het rondlopen en doen. Ik dacht eerst om Floortje eventjes apart te zetten in een kooi. Kooi, oh, slaapplaats, sorry. Kooi klinkt echt zo niet diervriendelijk. Ik heb natuurlijk een kooike. Dat is deze, die is super groot. Daar slapen ze in. Ja, en voor de rest lopen ze vrij rond. Hier zitten ze eigenlijk het meest in het park. En daar aan de slaapruimte. Maar dus kijk, hij amuseert zich. Zij amuseert zich. Moet dat echt nog aan wennen. Oké, nu ga ik de bolletjes in zijn wc'tje gooien, zodat hij ziet dat hij dat daarin moet doen. Maar ja, het is nog maar zijn eerste dagje hier, dus ja. Gezellig. We zijn ondertussen al enkele weekjes later. Nu ja, enkele weekjes. 2 weekjes later. En kijk eens wie hier is. Dag Snuffel, dag Floortje. Kijk eens hoe goede vriendjes ze zijn geworden. Kijk, Floortje die zoekt echt zo, ja, troost, niet maar zo bescherming, zal ik maar zeggen, bij Snuffel. Kijk, dag Floortje. Ja, haar neusje is een klein beetje vuil. Ik ga dat zo'n beetje afkuisen. Kijk hoe schattig. En Snuffeltje natuurlijk ook. Ik wil niet dat hij hem uitgesloten voelt. Dag jongen. Ja, zijn blij met mijn vriendin. Kijk. Ja, de 2 vriendjes, hè. Dit is zo'n speelpark, jullie hebben dat wel al eens gezien. Kijk, ze is toch al een klein beetje gegroeid, heb ik de indruk. Kijk hoe mooi. En de potjestraining, ik zei. De training voor het toiletje gaat ook goed. Ze plast er soms wel nog wat naast en soms vind ik hier en daar wel nog eens een bolletje. Maar ja, dat is natuurlijk normaal. Ze is hier nu zaterdag. Is ze hier 2 weken. Vandaag is donderdag trouwens. Zaterdag is hier 2 weken. En wel jongen. Maar ja, ik heb de indruk dat ze niet meer zo bang is eigenlijk. Snuffeltje. Maar ze is wel niet... Ja, je kunt ze niet vergelijken met Snuffeltje. Want hij komt zo echt zo nog op je schoot liggen. Duwen voor een aaiken. Maar ja, ik zeg het. Ze is hier nog maar 2 weken bijna. Dus dat kan ook wel nog veranderen. En hij heeft natuurlijk ook wel de aandacht nodig. Hij snuffelt. Maar hij is blij met zijn vriendin. Ik vind, dat klinkt misschien onnozel, maar ik vind dat je dat echt aan hem ziet. Dat hij echt super blij is. Hé jongen? Maar ik zie waar dat is. Hè. Kijk eens waar ze is. Ze is van haar vers hooi aan het eten.
Kijk eens. Ah, dag Floortje. Kijk, nu, anders zou ze weglopen, maar nu doet ze dat dus niet meer. Dat sinds enkele dagen dat ze echt wel mijn contact moet hebben. Anders moest ze dat nog niet hebben. Schattige, dan is het haartje. Dag Floortje. Ja, ik denk dat het daar wel smaakt. Het is echt zo rustgevend ook, hè. Floortje, kijk, ze is ook echt bang van de camera. Ja, ze is er eigenlijk mee opgegroeid, hè. Kijk, dus dat zijn de twee potjes die ik nu heb, zo'n kleintje. Maar hier komt dus binnenkort een grote. Ik leg hier ook nog een doek onder. Ja, omdat ze daar dus nog op plast. Dus misschien is dat omdat dit potje iets te klein aan het worden is. Dat kan wel, maar ze past er echt wel nog. Kunnen zo twee konijntjes van haar groot in. Maar dat kan natuurlijk. Dus ik denk dat ik wel binnenkort ga overstappen op een groter potje. Oh, ik vind haar fuzzy haar zo leuk. Hé, Floortje. Ja. Oké, tot zover de update. We waren daar juist kusjes aan het geven aan elkaar. Maar natuurlijk, als ik begin met filmen, dan stoppen ze altijd. Maar kijk, het is toch ook wel een lief beeld natuurlijk. Zo, we zijn vandaag maandag. Ik kom juist van mijn werk en ik wil dolgraag deze video afsluiten. Want ik denk dat het wel goed is. Allee, dat jullie wel een leuk beeld hebben van... Even zien dat ik scherp ben. Van Floortje. Ja, ik zie er een beetje moe uit. Maar ja, maandag is altijd zo'n drukke dag. Maar Floortje is hier nu bijna maand? 3 weken? Zoiets, denk ik. Ze is veel minder bang. Je kunt haar al een keer pakken, zoals je kunt zien. Maar ja, konijntjes hebben over het algemeen niet super graag dat je hem pakt. Dus ik ga haar ook niet te lang pakken. Maar ik dacht dat het wel leuk zou zijn als ik op deze manier deze video afsloot. En ja, haar karakter is zo'n beetje schuw. Zowel zeker bij mensen dat ze niet zo... Ja, dat ze niet elke dag ziet. Maar zij komt echt mega goed overeen met Snuffeltje. Ze... wassen elkaar, zitten bij elkaar, ze eten samen, ze halen kattenkwaad uit samen. Maar ja, ik zeg, het is heel leuk en ik heb totaal geen spijt. Ja, ze wil weg van mijn keuze dat ik nog een konijntje erbij heb. Dus we gaan de video afsluiten met lieve kleine Floor. Ja, ze is echt nog mini, hè, Floortje? Zo is het, dan gaan we de video afsluiten. Floortje, het zal goed zijn, hè? Ja. Bedankt om te kijken. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende video. Dag!